de stroopbalen en de dranghekken zijn opgeruimd. Het staat nog wel hier, het wordt nog wel opgehaald. Maar de Ronde van de Week zit er weer op. De Week op Wielen, zo werd het evenement gedoopt. En dat is een succes geweest. Vooral sportief. Veel deelname bij de dames. Internationale top. En een mooie winnares. Enige minpuntje, moet ik toch noemen, dat is toch dat er iets te weinig publiek was eigenlijk. Terwijl het toch een heel mooi evenement is. Henk, de Ronde van de Wijk is weer in ere hersteld. Hoe loopt het allemaal? Nou, we zijn tot op heden zijn we zeer tevreden met hetgene wat er allemaal zich vandaag afspeelt. We hebben een prettige masterskoers gehad. Had er een paar meer deelnemers mogen zijn, maar op zich een goed deelnemersveld. En de schoolcompetitie voor de dikke banden, dat is goed verlopen. We hebben de finales gehad en de prijzen zijn uitgereikt. En we zitten nu volop in de dames elitekoers, of vrouwen elitekoers. En we hebben een deelnemersveld van 63 dames die uit alle windstreken ook internationaal meedoen. Dus we mogen zeggen dat op het weer na had het 5 graden warmer mogen zijn. Dan hadden we waarschijnlijk ook nog een beetje wat meer bezoekers gehad. Maar voor de rest zijn we zeer tevreden. Natasja, de koers is nog bezig, maar jij zit aan de kant. Was het zo zwaar? Nou, het wordt hard gereden. Er staan natuurlijk behoorlijk wat klasbakken aan de start. Alleen ik ben al een paar weken ziek, dus ik wou het proberen, maar het ging nog niet. Oké, okay. Maar wat vind je van het parcours hier in de wijk? Ja, het is een mooi rondje. Kan lekker op doorgereden worden, dus het is lekker een rondje. En zo, dames, internationaal, hoe krijg je dat voor elkaar? Twitter en Facebook noemen ze dat. Ja, lobbyen. We hebben een x-aantal keren hebben we gelobbyd op verschillende koersen. Om ploegen te benaderen en te vragen of zij bij ons willen starten. En één ding is er ook een onderdeel van. Je moet zorgen dat je een prijzenschema neerlegt, dat het voor hun ook interessant is om te komen. Ze kunnen gouden bergen verdienen hier. Nou, gouden bergen, maar dat is wel een dusdanig interessant prijzenpot, zeg maar, dat ze er wel voor rijden willen. Pek 6 in de wedstrijd. Inwoners van de wijk en oud-wielrenster, dit moet jouw deugd doen hier in de wijk. Ja, zeker. Dit doet mij zeker deugd. Ik vind het heel erg jammer dat ik zelf nog geen rugnummer meer op kan spelden hier. Maar we hebben mensen van de organisatie hebben echt heel veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en ik heb nog wat handelspanddiensten verricht en nog wat rensters proberen aan te schrijven om zo'n goed mogelijk startveld te krijgen. En we hebben natuurlijk een heel mooi startveld met Kirsten Wild, met nationale toppers. En het is echt hartstikke leuk. Hier gaan we sprinten van de flitspremie. Kijk eens even aan, hier komt onder andere Teddy Groot. Dit gaat rappen, dit gaat rappen, dit gaat rappen. Kijk eens aan, we gaan flitsen hier met Bakai aan de buitenkant. Pas! Sta je bij Nienke Smit uit Zuid-Holland? Dus geen deelnemster, maar volgend jaar misschien wel. Wat vind je ervan dat er een wedstrijd in de wijk is? Ja, dat vind ik wel heel mooi. Mooi in de buurt. Nou, wel mooi animo. Dat kun je wel zien hier. Ja, en hoop ik mag volgend jaar ook meedoen. En als je dit dan ziet, het gaat er erg hard, hè? Ja, jawel. Ja, klopt. Wat denk je? Kun je dat bijhouden dan volgend jaar? Ja, dat hoop ik wel. Gewoon goed trainen en dan zullen we het wel zien volgend jaar. Is het alweer het begin van een nieuwe traditie? Ja, dat hoop ik wel, ja. In het begin is even lastig, maar het draaiboek staat nu en daar kunnen we natuurlijk zo mee verder bouwen en hopen dat het een succesvolle ronde wordt, ja. Volgend jaar ook een prominente race met Christine Mos erbij en misschien Valmos. Ja, wie weet, het zou leuk zijn, ja. Jan van Zand, een sportwethouder. Ja, dit moet jou harde deugd doen natuurlijk. Ja. Mijn hart slaat over. Ja? Ja. Vind je het mooi? Ja, ik vind het mooi. Ik geniet ervan. Ja. Is het een beetje... Mooie koers. Mooie koproep met peloton op voldoende achterstand. Volgens mij komt het peloton niet meer terug nu. En een mooi parcours hier met een bocht naar links en naar rechts. Dat is een selectief parcours. Had je zelf niet willen rijden bij de Masters? Nee, dat ben ik op dit moment niet meer toe in staat. Want dat is, ik heb gezien hoe hard nog gefietst werd. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Nee. Dekkertje, hè? Dekkertje, ja. Die fietsen alle dagen nog met zijn mannen. Die maakt zijn kilometer dus nog. Ja. Voor mij is dat niet meer weggelegd. Hoe belangrijk is zo'n wedstrijd voor de gemeente De Wolle? Voor sportgemeente? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er evenementen zijn in alle dorpen. Je ziet toch vanavond, ondanks dat het niet al te mooi weer is, toch nog wel redelijk wat publiek langs de kant. Er is weer leven in het dorp hier bij de molen in de wijk. En ik denk dat dat voor de sfeer in het dorp en voor de ambiance hartstikke goed is.
was een leuk rondje. En we hebben het zelf ook natuurlijk een beetje zwaar gemaakt door gelijk in het begin weg te rijden. Ja, dus dat was wel pittig. En we reden in het begin wel aardig door. Maar ja, goed, daarna. Ja, we waren gewoon eigenlijk doorgereden, denk ik, de laatste 5 rondes. En toen gingen we om en om. En toen reed ik de laatste ronde. Ja, ik ga je halen. En dan had ik een gaatje en toen daarachter op het parcours. En toen was ik weg. Ja.